Goedemorgen, welkom bij deze nieuwe video. We hebben gisteravond nog een beetje gewerkt en ik zie er echt wel stikkapot doodmoe uit. We zijn nog steeds in Landal Hoogvaals en ons ontbijtje is hier toegekomen. We hebben broodjes en croissantjes. We hebben ook nog een milde volle yoghurt erbij gekregen. Het ziet er echt heel moe uit. Althans, ik heb echt heel goed geslapen. Maar ja, toch. Genieten wallen zijn er toch. Mijn haar die er helemaal verlammerd is. Maar ja. Ik heb zoiets van, ik word stipt elke dag om 8 uur wakker. En dat is vandaag ook weer het geval. Dus we hebben nog even genoeg tijd voordat we leuke dingen gaan doen. Ook een hele goede morgen van mij. Het is vroeg en het is fijn om zo lekker een ontbijtje te hebben. Dat je zelf niet eens bent gaan halen. Dat we ze dan gewoon aan de deur brengen. Dat is heel erg handig, zo'n ontbijtservice. En daar gaan we nu lekker gebruik van maken. Mooi op tafel gezet, schat. Dankjewel. Ja. We hebben een lekker ontbijtje gehad. Nu zijn we helemaal klaar om aan onze dag te beginnen. En we beginnen vandaag met een leuke golfinitiatie. Dus hier in het park kan je ook kiezen voor ook een golfinitiatie. En ik ben eigenlijk echt heel benieuwd. Ik heb wel als ooit eerder gegolfd, of toch proberen toch te golven. Dat was in Korea en ik denk ook nog een keertje in België. Maar ik weet eigenlijk niet heel zeker of ik toen echt heb die ook zelf geprobeerd heb, maar ik denk het wel. Dus ja, nu gaan we vandaag leren golfen. Dus ik ben echt wel benieuwd hoe dat er aan toe gaat gaan. En natuurlijk nemen jullie ook mee met onze camera. En we zijn op de golfbaan letterlijk met een mandje. Het is precies Pasen. We gaan paaseieren rapen, maar dan met golfballetjes doen we in ons mandje. Normaal hebben ze daar een leuke machine voor die daar staat. Maar dat kan nu niet, omdat het terrein anders zou kapot gereden worden. Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Dus daarom zijn we nu met de golfinstructeur balletjes aan het rapen. We hebben nog nooit gegolfd, dat hebben we hem net ook verteld. Dus we gaan echt als echte leken een klein beetje worden lesgegeven. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat we echte pro's worden na deze les. Maar het is wel de bedoeling dat we er iets van begrijpen na zo'n initiatie. Wie weet kunnen we dan nog later nog wel eens verder meer gaan golfen. Dus eventjes balletjes rapen. Daar zijn we nog. Oh. Volgende weer, langer naar beneden. Het is niet makkelijk, hè? Nee, wel volgen. Kleine respect voor Tiger Woods, hè? Oké. Dat was wel een beetje laag. Oké, graag. Als jullie geld gaan verdienen hier, hè? 10% is van mij. Staat erop. Ik voelde hem maar. En je kunt niet alle ballen goed slaan, want dan zouden jullie al direct op de bos zijn. Dus we zijn 10 minuten bezig. Staat dat erop? Ja. Wat heb je nu gedaan? Wat heb je gedaan? Heb je tegen het mandje geslaan? Oh, stop! Kan gebeuren. Gelukkig waren er zoveel niet meer in. Toch? Dat is wel leuk, toch? Je hebt tegen 10 ballen, of weer dan, je hebt tegen 30 ballen tegelijk geslaan. Dat is wel goed. Je ziet wel, hè, hoe goed ik al bijna. Ja, wow. Ja. Zoveel ballen tegelijk. En na het oefenen om een bal te raken, zijn we nu aan het oefenen om een bal in het hokje te krijgen. Te putten noemt het. De green. De green. En we gaan putten. Jolien legt de bal op een afstandje. Niet te hard, hè? Dat is te hard. Dat is te hard. Heel zacht te slaan.
Dat is dan weer te zacht. Ik wil toch wel minstens één hole zien. Allee, kom aan. Ik denk dadelijk wel goed wel even. Hey, de verste, die krijg jij erin. Super. Ja. Mooi. Nog eentje. Het waait zo erg, hè? Dat is op de grond. Dat is lang en ook traag. Ja. Oh, bijna, maar anders zat hij er wel in. Goed gedaan. Dank je. En we gaan nog een beetje verder doen, hier terug op het oefen. Terrein. De putting was wel leuk, hè? Absoluut. We hebben een hele goede les ook leermeester gehad. Ja. Hij heeft ons alles weer goed uitgelegd. En nu kunnen we het alleen, hè? Denken we het toch? Ja. Je benen breder, je voeten breder, ja. Ja. Een beetje door de knieën zakken. En naar achter vliegt hij. Die was wel mooi, hè? Goed gedaan. Je bent een beetje gewond geraakt, hè? Ja, ik heb nu een pleister aan mijn hand. Blijkbaar is golf toch wel vrij intensief. Vandaar dat veel golfspelers het met handschoenen doen, ja, natuurlijk. Hè. Dat had ik dus niet. En ik had daar nog eens een ring ook. Dus, heb je ring terug aan? Nee, Oké, ik heb de cups bij. We kunnen ze terug inleveren, want we hebben hier heel wat balletjes in het grasveld gespeeld. Ik weet niet of je het goed kan zien. Dan leg je er een heleboel in. Ik krijg mijn ring niet meer aan. We hebben genoeg gespeeld nu. Ik krijg je ring niet meer aan. Nee, want ik heb mijn pleister natuurlijk. Ik moet die pleister nemen. Oké, dan moet je hem gewoon heel goed bijhouden. Dan kan je hem later terug weer aan. Ja, dus ik vond het echt wel eens fijn om te doen. Ja. En het ziet er heel gemakkelijk uit, golfen, maar dat is het echt waar niet. Nee. Het is niet zoals minigolf. Nee, dus minigolf is veel gemakkelijker. Ja. Maar echt, ja, golven, het zit hem eigenlijk allemaal in de heupbewegingen. In hoe dat je hand houdt, hoe dat je voeten zet. Niet zozeer in kracht eigenlijk. Nee, ook, dus daardoor heb ik dit fout gedaan. Want je moet eigenlijk niet helemaal zo heel veel kracht op je handen zetten. Nou, dit is een keer fout. Ja. Nu heb ik daar een blij in gekregen. Maar eigenlijk is het hem echt allemaal om te doen. Om je juiste houding, heel erg belangrijk. En dan kan je een goede opslag doen. En ja, als je dan achteraf dichter bij het gaatje bent, dat je dan kan eigenlijk putten, dan moet ik ook weer zojuist de juiste inschatting maken van hoe hard of hoe zacht moet ik precies erop duwen, erop slaan, met de luxe kracht erop zetten. En echt super fijn, ik vond het heel erg leuk. Heel leuk, heel leuk. Dat is dus niet zo heel vaak dat een landbouwpark ook verbonden is met een golfbaan. Dus als je ooit eens een landbouwpark wilt waar je ook kan golfen, wel, dan moet je naar hier komen. Ja. Leuk, hè, zo'n wandeling. Ja. En vooral ook leuk dat je dat gewoon op het park zelf kan doen. Ja. Natuurlijk zijn er heel wat straten in een vakantiepark. En dan kom je ook van die huisjes tegen natuurlijk. Ja. Mooi. Dat is gewoon fijn dat je dan eigenlijk redelijk veilig op straat kan wandelen, want het park is autovrij. Ze rijden geen auto's. Enkel maar op de aankomstdagen of de vertrekdagen zijn er auto's toegankelijk. En dan kan je eventjes op het park rijden om je auto weer vol te laden of uit te laden. Dat is wel handig natuurlijk. Ja. En dat is eigenlijk ook wel handig, we kunnen gewoon vanuit de golf terug naar ons huisje wandelen. Ja, want het hoofdterrein is gewoon op het landbouwpark. Dus ja. Dat is wel heel leuk. Okay. En voor wie dat er misschien nog te klein is of nog niet echt groot genoeg is voor meer zin heeft in minigolf. Op het park hebben ze ook nog een minigolf parcours of terrein. Er zijn mensen bezig. Alleen, het zijn eenden. Oh my god. Er lopen er allemaal op een rijtje. Ja. Kijk, daar lopen allemaal eenden. Hier beneden zijn er ook. Op een rijtje, allemaal op een rijtje. Allee, en die mensen lopen daar zo grappig zo eigenlijk tussen. Ja. In ieder geval, ze hebben hier dus ook nog een heel erg leuk minigolfterrein. Dat had ik eigenlijk ook nog wel graag willen doen, maar ik denk dat onze dagen te kort gaan zijn. Hier heb je nog verschillende. Allee, die eenden zijn ook wel grappig. En die eenden die zijn hier ook nog aan het minigolfen. Tjoe, oei. Ze zijn geschrokken.
Ja, oké. We hebben nog een beetje laten vliegen. Ja, je hebt ze laten vliegen. Wij gaan nu terug naar het huisje. We gaan ook nog iets eten hier in het dome. En ja. Dan gaan wij lekker slapen. En morgen zijn we weer voor een nieuwe vlog. Ciao! Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wilt zien, dan klik je maar op een van deze knopjes.